Van 31 mei tot en met 15 juni vindt het WK Hockey plaats in Den Haag. Lotto is er door en voor de sport en steunt ook de Nederlandse Hockeybond. Nou, Lotto is natuurlijk 50 jaar geleden opgericht door de sport om geld te genereren middels kansspelen voor de sport. Zo gaat er ook elk jaar een grote afdracht naar de Hockeybond. Door de bijdrage van Lotto aan de Hockeybond kunnen bijvoorbeeld de Nederlandse mannen- en vrouwenelftallen meer en intensiever trainen. Wat leidt tot betere prestaties. Maar wij kunnen ook dankzij de Lotto meer de breedtesport helpen. En een voorbeeld is dat we daardoor de verenigingen, de 320 hockeyverenigingen, beter kunnen ondersteunen. Met goede verenigingsmanagers die de beste kansen die verenigingen kunnen bieden, dat we die kunnen uitwisselen. Dus een vereniging A die kan iets leren van een vereniging B. Maar dat hebben we wel mensen en middelen nodig. Nou, dankzij de Lotto kunnen we dat realiseren. Lotto is ook aanwezig tijdens het WK. Boarding in het stadion, Lotto is er voor de sport. En Lotto, dat is win-win, want je kunt natuurlijk met Lotto ook geweldige prijzen winnen. Daarnaast hebben we een prachtige stand waar je abonnee kan worden. Dus meespelen met Lotto om ook die sport te steunen. En je krijgt natuurlijk meteen een geweldig limited edition shirt van Naomi van As. Daarnaast kun je met Naomi op de foto met een green screen waarop je daarna je foto kunt downloaden. Dus allemaal leuke dingen. De gemeente Den Haag wilde het WK graag toegankelijk maken voor al haar bewoners, zodat er kennis gemaakt kan worden met de hockeysport. In het centrum van de stad werd daarom een hockeyplein ingericht. Lotto steunt dit initiatief. Lotto is degene die het materiaal levert, met name om kinderen die nog nooit een stick hebben aangeraakt met hockey in aanraking te laten komen. Dat is precies wat Lotto en ons ook bindt. Om te zorgen dat hockey en sport in zijn algemeenheid gewoon noodzaak is voor iedereen. En heel leuk om te doen ook. En we zien aan het WK nu hoeveel plezier men er ook aan beleeft. Dus het is van alle kanten belangrijk dat sport mogelijk blijft. En op dit moment is Lotto denk ik de grootste sponsor die we hebben in Nederland om dat ook voor elkaar te krijgen. Lotto is er voor de sport, al meer dan 50 jaar. Lotto, dat is win-win.